Yo kijkers van Doe Maar Gamen, awesome dat jullie er allemaal weer zijn en dat jullie allemaal weer kijken naar deze nieuwe aflevering van de dagelijkse serie die ik doe op mijn gamekanaal Doe Maar Gamen, namelijk Minecraft Survival Island. Ik heet jullie welkom bij Minecraft Survival Island, dag 409 alweer. En in deze nieuwe aflevering van Minecraft Survival Island gaan we uiteraard gewoon lekker verder waar wij de vorige aflevering gebleven waren. En de vorige aflevering zijn wij, zoals jullie misschien wel weten, tenzij je uiteraard de vorige aflevering niet gezien hebt, zijn wij bezig geweest met het maken, of eigenlijk met het afmaken van de geautomatiseerde pumpkinkamer. Ik zou er nog even één keer naartoe lopen om het jullie van dichtbij nog even te laten zien. En jullie vragen je misschien af, Job, hoe komt het nou weer dat jouw inventaris zo prachtig mooi geïnventariseerd is? Nou, dat heeft ermee te maken omdat ik namelijk de vorige aflevering bezig ben geweest met dus het maken of met het afmaken van de geautomatiseerde pumpkin farm. Toen ik er in één keer achter kwam dat de gang die vanaf de sugarcane farm, want ik heb namelijk een soort van sugarcane farm, en dan is er een in het midden van de sugarcane farm is er een soort van gang die gaat naar beneden en die leidt uiteindelijk naar de pumpkinkamer. Nou, de pumpkinkamer is natuurlijk helemaal mooi afgemaakt met allemaal sandstone en dat soort dergelijke. Alleen de gang die er naartoe leidt vind ik er persoonlijk nog een klein beetje kaal en lelijk uitzien. In deze nieuwe aflevering van Survival Island wil ik daar dus even wat verandering in gaan brengen. En dat gaan we doen door middel van het verzamelen van lekker veel hout en lekker veel zand. Waar we dat gaan doen is natuurlijk op het vasteland. Want als we het namelijk op het vasteland doen, dan komen er ook nog een paar leuke bezigheden aan te pas als het ware. Dan kom je namelijk zo nu dan ook nog wel eens een leuk iets tegen. Misschien wel een enorm grote cave of iets anders leuks. Dus ik ga eerst even kijken hoe ik het beste op het vasteland kan komen. Ik denk dat ik dat gewoon het beste kan doen via deze railway. Jammer genoeg heb ik hier momenteel geen minecarts in zitten, daar zo. Dat komt er waarschijnlijk door omdat ik ze namelijk elke keer vanaf die plek naar die plek heb laten gaan. Dan weer vanaf die plek naar die plek. En dan komt er een keer een moment waarop ik het vergeet weer terug te doen in de kist. Of waarbij er een creeper ontploft. Of weet ik veel wat. Dus dat is waarschijnlijk de reden waarom er geen minecart meer in de kist zat. Maar dat doet er even niet aan toe. Want wij gaan namelijk even kijken of wij deze aflevering zoveel mogelijk hout. Maar ook zoveel mogelijk zand kunnen verzamelen. Zodat ik in deze nieuwe aflevering van Survival Island even kan kijken hoe ik de gang eigenlijk het mooist eruit kan laten zien. Dus hopelijk hebben jullie er nou allemaal weer een hele hoop zin in. En als dat nou het geval is, dan kunnen jullie deze video natuurlijk even een blauw duimpje omhoog geven. En dan hoop ik dat jullie allemaal weer gaan genieten van deze nieuwe aflevering van Minecraft Survival Island. Zoals jullie kunnen zien, ik heb hier toen een aantal van die soort van Japanse banners opgehangen als het ware. Want als ik namelijk een fucking vlak zie met een puntje erop met een bepaalde kleur, dan moet ik alweer gelijk denken aan de Japanse vlag. We moeten eigenlijk binnenkort ook weer een keertje verder gaan met de ruige zwetende rakker, ook al zeg ik het zelf. We zijn er namelijk al enorm veel bezig geweest. Een hele lange tijd geleden. Dit ding doet het trouwens ook nog steeds. Jullie wouden dat ik die een keer ging weghalen. Ga ik binnenkort zeker weten een keer doen. Ik moet alleen even kijken wanneer ik er een keertje aan toe ga komen. Dat zijn namelijk van die dingetjes die stel je op een of andere manier, stel je die gewoon enorm vaak uit. Weet je wel, zo van, ah, weet je, dat doe ik nog wel. Dan is het zo weer 100 afleveringen later. Zo snel gaat dat met Minecraft Survival Island. Natuurlijk ook omdat het namelijk een dagelijkse serie is die ik elke dag op mijn gamekanaal Doe Maar Gamen upload om 19:30 s'avonds. Ik denk, ik zeg het even voor de mensen die deze video als allereerst zien en die de serie graag zouden willen volgen. Maar nou, zoals jullie kunnen zien, hier is een soort van cave. Daar ga ik momenteel even niet in kijken. Want ja, weet je, wat is er nou weer interessant aan een cave? Dat is zo 2013. Ik ga namelijk even snel mijn steak opeten. Wat schijnbaar niet kan. Ik dacht heel even dat ik honger had. Ik heb ook serieus geen idee hoe de fuck het kon dat ik dat dacht. Oh ja, trouwens, de vorige aflevering ben ik erachter gekomen dat ik op deze axe Unbreaking... Oh nee, Unbreaking 3 heb ik erop, sorry. Dat ik op deze axe Fortune... zeg ik het weer verkeerd, ongelooflijk. Ik heb fucking 3 enchantments waar ik uit kan kiezen. En ik zeg het gewoon 2 keer verkeerd. Maar ik kan op deze axe kan ik efficiëntie 5 krijgen. En ik heb geloof ik nog nooit echt eerder... Ik ga trouwens eerst even die kant op voordat ik hout ga verzamelen. Anders hebben we hier namelijk zo meteen een enorm kale plek. Maar ik kan dan legit komen aan een axe met efficiëntie 5. In het begin dacht ik namelijk dat als je efficiëntie 5 wil hebben... Dat je dan zeg maar een axe of een zwaard met sharpness 4 of een axe met efficiëntie 4... Dat je daar dan zeg maar sharpness 1 of efficiëntie 1 aan moest toevoegen. Maar schijnbaar is het zo. Dat je er geen sharpness 1 of efficiëntie 1 aan moet toevoegen. Maar dat je er sharpness 2 of 3 of efficiëntie 2 of 3 aan moet toevoegen. Wil je dat het werkt. Dus dat is een beetje de manier waarop het mogelijk is om een hogere enchantment te krijgen dan 4. Ik wil namelijk eigenlijk al een vrij lange tijd sharpness 4 efficiëntie. Of nee, sharpness 5 efficiëntie 5 hebben. Ik wil sowieso heel erg graag efficiëntie 5 op mijn pickaxe hebben. Daar heb ik trouwens nog niet naar gekeken. Ik zou eigenlijk liever efficiëntie 5 op mijn silk touch pickaxe willen hebben. Dat lijkt me echt super chill. Om gewoon silk touch te hebben met efficiëntie 5. Dat is denk ik echt een zeer fijne combinatie. Op die manier kun je namelijk enorm snel aan smooth stone komen. Waardoor je dus ook enorm snel bricks kan gaan maken en dat soort dergelijke. Hey Kip, heb jij gehoord van die kip die dood ging door een boom? Nee? Ik wel.
Zo, dat is in ieder geval weer een heel lekker kippenboutje meer. Jammer genoeg moeten we die natuurlijk wel eens even in de furnace gooien. Dat is eigenlijk ook de reden waarom ik liever die kippen kill met alleen maar mijn sharpness... Wat is het eigenlijk? Sharpness 4? Sharpness 4, Fire Aspect 2, Looting 2 en een Breaking 1 sword. Dat is echt insane. Wat voor enchantments daar allemaal wel niet op zitten. Het zou daarentegen wel leuk zijn als ik er nog een enchantment op zou kunnen krijgen. Zoals bijvoorbeeld knockback, weet je wel. Ook al ben ik persoonlijk niet echt de grootste knockback fan. Voor de mensen die zich afvragen, waarom ben jij niet de grootste knockback fan? Omdat knockback er namelijk voor zorgt dat jouw enemy als het ware een stukje van jou weggaat. Als je namelijk met iemand slaapt met knockback, dan vliegt hij meerdere blokjes naar achteren toe. Wat dus inhoudt dat je jezelf hoort. Je bent met iemand aan het vechten. En de persoon waar jij tegen vecht, die heeft nog 2 hartjes over. En jij weet dat. Die persoon die wil natuurlijk hartstikke snel wegrennen. Stel of jij hebt dan een iron sword met knockback 2 en jij slaat die persoon met knockback 2, is hij bijvoorbeeld 1 hartje kwijt, maar tegelijkertijd is hij wel weer een stukje verder van jou verwijderd, waardoor hij dus makkelijker kan ontsnappen. Dat is dus eigenlijk een beetje de reden waarom ik persoonlijk een scheidhekel heb aan knockback 2. En dat is dus eigenlijk ook de reden waarom ik dat liever niet gebruik op mijn zwaard. Tenzij ik bijvoorbeeld moet vechten in een bepaalde minigame, zoals bijvoorbeeld in Splave of dat soort shizzle. Daarbij kun je het namelijk wel enorm goed gebruiken. Maar in eerste instantie is dat niet echt iets waar ik van hou, als ik heel eerlijk ben. Ik heb in ieder geval al lekker veel hout weten te verzamelen deze aflevering, waar ik eigenlijk al best wel heel erg blij mee ben, want al dat hout kunnen we namelijk goed gebruiken voor het mooier maken van de gang die vanaf de sugarcane farm naar de pumpkin farm leidt. Of nou ja, ik noem het wel een pumpkin farm, het is eigenlijk meer een geautomatiseerde pumpkin farm kamer. Klinkt heel erg ingewikkeld, een geautomatiseerde pumpkin farm kamer, maar dat is eigenlijk wel waar het op neerkomt. Ik neem deze bloemen trouwens ook even mee, het lijkt me namelijk wel leuk om die ergens neer te gaan zetten, in een bepaald tuintje of zo. Lijkt me wel tof. Ik heb natuurlijk ook een soort van tropisch eilandje gemaakt een tijdje geleden, waar ik ook nog even wat bloemen en dat soort dergelijke op moet gaan plaatsen. Dus daar kan ik het ook erg goed voor gebruiken. Hoppakee. Nou, dit ziet er in ieder geval hartstikke goed uit. Ik neem deze dingen anders ook nog wel even mee. Ik heb ook geen idee of ik het überhaupt wel mooi vind om neer te zetten. Maar als ik het mooi vind, dan kan ik dat in ieder geval doen. Nou, zoals jullie kunnen zien, daar is een enorm grote zee. Ik weet niet of ik dat ooit ga bevaren. Misschien vaar ik wel eens een keer de wijde wereld in en kijk ik gewoon eens een keertje waar ik uitkom. Lijkt me persoonlijk wel een leuk idee om te doen. Ik ben trouwens nog steeds nog niet eerder een onderwatertempel tegengekomen. Het is namelijk mogelijk om van die onderwatertempels tegen te komen met van die guardians erin. Met van die rare vissen met 1 ogen en met van die oranje vinnen. Ik weet alleen niet echt hoe je die beesten tegen zou kunnen komen. Dus ik moet binnenkort maar even gaan kijken of ik daar ooit zou kunnen komen in mijn Minecraft Survival Island serie. Ook al lijkt het me sterk. Het is geloof ik wel zo dat als je bijvoorbeeld een wereld aanmaakt in bijvoorbeeld Minecraft 1.5.2 bij wijze van spreken. En je gaat dan in één keer van 1.5.2 ga je in één keer in 1.8. En je gaat dan naar een gedeelte toe in de wereld die nog nooit eerder geladen is. Dan is het geloof ik wel mogelijk dat je weer nieuwe blokken, nieuwe mobs en bijvoorbeeld ook een onderwatertempel vindt. Maar dan moet je het wel de manier doen die ik net tegen jullie zei. Ik heb in ieder geval momenteel alweer aardig wat hout erbij weten te krijgen, wat natuurlijk hartstikke fijn is. Tegelijkertijd kill ik nog wel even wat kippen voor wat extra KFC. Hoe chill zou het zijn als je op die manier aan KFC zou kunnen komen? Je hoeft gewoon niet meer naar de KFC toe, je kunt gewoon lekker gratis op straat, pak je gewoon je Fire Aspect soorten, kun je gewoon een aantal van die beesten killen. Ik heb trouwens ook cooked pork chop, wat in mijn texture pack overheerlijke spare ribs is, voor de mensen die dat nog niet hadden gezien. De meeste mensen die kennen het Doomer Gamer texture pack waarschijnlijk al wel. Het Doomer Gamer texture pack is eigenlijk gewoon een faithful texture pack met een paar kleine aanpassingen. Ik zou niet zeggen dat de aanpassingen echt insane groot zijn, maar het zijn in ieder geval een paar kleine aanpassingen die naar mijn gevoel het texture pack er toch wel weer wat leuker en origineler uit laten zien. Zoals bijvoorbeeld spare ribs. Hier heb ik Milka chocolade. Dat vond ik namelijk wel een erg leuk idee. Omdat ik namelijk koeien. Die heb ik paars laten maken. Namelijk geen normale koeien. Maar van die Milka koeien. Toen dacht ik. Nou ja, weet je. Nu we toch een beetje in de Milka stemming zijn. Lijkt het mij wel een leuk idee. Als ik dan de koeien gelijk ook. In plaats van. Oeh, een konijn. In plaats van een steak gewoon chocoladerepen laat droppen. Als je ze zeg maar nog niet hebt gekookt, dan zijn het zeg maar dichte chocoladerepen. Maar heb je ze wel gekookt, ja, dan zijn het dus gekookte chocoladerepen. Oftewel opengemaakte. Ik heb al heel erg. Weet je wat ik een keer wil maken? Heb ik iets van hem gekregen? Nee, jammer genoeg niet. Ja, wel huid. Maar wat kun je eigenlijk met die huid doen? Dat vraag ik me ook af. Maar ik zou namelijk heel erg graag een keer zo'n... hoe heet zo'n ding ook alweer? Wabbit stew zou ik graag een keer willen maken. Want je kunt dus schijnbaar van konijnen kun je een soort van soepje maken. Dat heb ik nog nooit eerder gedaan. Dat lijkt me daarentegen wel leuk om te doen. Alleen op een of andere manier heb ik nog geen één keer vlees gekregen van die beesten. Ik weet niet of dat ermee te maken heeft omdat ik ze namelijk sla met een Fire Aspect sword. Dat het dan misschien in één keer verbrandt of zo. Ik denk het eigenlijk niet, want ja, dat hoort niet zo te werken. Hier, weer. Zo, kun je hier boots van maken trouwens? Nee, toch? Als het zo is? Nee, dat kan niet. Wat kun je er dan mee? Wat kun je nou weer met een wabbit hide? Ik heb serieus geen idee. Oh ja, trouwens, dit is een van de 450 workbenches die ik al eerder heb gemaakt in mijn Minecraft Survival Island serie. Ik maak echt zoveel workbenches, jongens en meisjes. Het is gewoon echt ongelooflijk. Ik neem die pumpkins trouwens even mee.
Voor de mensen die denken, Job, waarom zou je nou weer die pumpkins meenemen? Je hebt toch de afgelopen aflevering heb je toch een pumpkin farm gemaakt. Dat klopt, alleen ik wil heel even kijken of die pistons die pumpkins ook daadwerkelijk kapot kunnen maken. Want voor hetzelfde geld duwen ze alleen maar naar voren. Dat willen we uiteraard niet. Dus ik hoop dat dat wel werkt. Dus ik hak ze heel even weg en dan hoop ik dat het op de manier werkt zoals ik het in mijn hoofd heb. Hoppakee. Sowieso is het wel handig om wat extra pumpkins te hebben. Voor hetzelfde geld wil ik... Oh, dat was een heel irritant boertje. Voor hetzelfde geld wil ik binnenkort een keer van die golems maken. Ik heb geen idee, dan heb ik daar in ieder geval de pumpkins voor tot mijn beschikking. Nou ja, laten we even kijken of we weer terug kunnen gaan naar mijn eilandje. Want ik heb nu namelijk wel genoeg hout. Ik heb ook serieus geen idee waarom ik zo enorm ver ben wezen reizen. Ik had ook gewoon een beetje in dezelfde omgeving kunnen blijven. Maar als ik eenmaal aan het reizen ben, dan stop ik er meestal ook voor een vrij lange tijd niet meer mee. Ik zou eigenlijk ook wel even wat van dat spul kunnen meenemen. Dat andesiet en dat dioriet. Dat is in principe namelijk ook wel mooi om te hebben. Alleen of ik dat ga meenemen, dat is iets waar ik nog een beetje over twijfel. Is dit mijn fortune pickaxe? Ja, dit is mijn fortune pickaxe. Dan neem ik gelijk nog heel even wat meer kool mee. Want kool is namelijk vrijwel altijd handig om te hebben. Even kijken, ik heb hier nog wat fakkels liggen. Of liggen in mijn inventaris zitten. Neem ik die ook gelijk even mee. En dan ga ik heel even snel kijken of ik het voor elkaar kan krijgen. Om wat meer kool te verzamelen. Of wat meer kool, sorry, wat zeg ik nou weer. Of om even wat meer resources te verzamelen die ik nodig heb. Ik heb namelijk ook zand nodig in principe. Dus ik gooi heel even snel alles weg wat ik deze aflevering gegarandeerd niet nodig heb. Ik zie namelijk dat ik echt mijn hele inventaris heb vol zitten met dingen die ik deze aflevering gegarandeerd niet ga gebruiken. Ik heb bijvoorbeeld een ei bij me. Ik heb 1 sign bij me. Ik heb 14 sticks bij me. Dat zijn allemaal van die dingen die ik deze aflevering gegarandeerd niet nodig heb. Zo, ik moet zeggen jongens en meisjes, deze shovel die werkt echt enorm snel. Sowieso werkt die veel sneller wanneer je zeg maar boven water aan het scheppen bent. Dan dat je onder water aan het scheppen bent. Dus ik raad sowieso alle mensen in Minecraft aan. Waarschijnlijk weten de meeste mensen dat al. Dus ik hoef het eigenlijk niet echt aan te raden. Maar ja, voor de beginnende Minecraft spelers onder ons. Als jij iets wil weghakken onder water, zorg er dan voor dat je probeert het toch boven water te doen. Klinkt heel raar, als je iets wilt weghakken onder water, probeer het dan boven water te doen. Jullie zullen misschien denken, joh, what the fuck. Maar wat ik eigenlijk bedoel is, stel voor je moet zand weghakken. Maar je kunt het zeg maar toch een soort van boven water doen. Ook al ligt het onder water. Dan is het natuurlijk veel handiger om het gewoon even boven water weg te hakken. Zo. Ik dacht heel even dat ik onder water kon ademen. Want het leek namelijk op alsof dat een soort van lucht bevatte. Maar dat was schijnbaar niet zo. Maar nee, deze aflevering heb ik in ieder geval weer heel erg veel hout weten te verzamelen. Dat ik kan gebruiken voor het mooier maken van de tunnel die vanaf mijn geautomatiseerde sugarcane-kamer naar mijn geautomatiseerde pumpkin-kamer gaat. Uiteraard wil ik binnenkort graag nog een geautomatiseerde melon-kamer maken. Maar of ik dat ook al de volgende aflevering of die aflevering daarop ga doen, daar moet ik nog even over nadenken. Ik ben namelijk niet van plan om ook echt elke aflevering met redstone bezig te zijn. Dan heb ik een keer redstone in bedwang en dan wil ik er gelijk elke aflevering mee bezig zijn, weet je wel. Nee, dat is niet het geval. Ik wil namelijk ook gewoon met andere dingen nog bezig blijven. Maar, even kijken. Ik heb nu in ieder geval enorm veel zand weten te verzamelen voor mijn gevoel. Ja, nice. Ik heb in ieder geval weer wat stekjes met zand erbij. Ik zit te denken of ik nog wat meer leuke dingetjes met redstone zou kunnen maken. Ik heb natuurlijk een aantal afleveringen geleden tegen jullie verteld dat het mogelijk is om een soort van reactiesysteem te maken met redstone. Dus stel voor je zou dan bijvoorbeeld bij punt A zou je bijvoorbeeld op een soort van knop schieten met een bow. En je zou een heel erg vet reactiesysteem maken. Of nee, dat heet een kettingreactie. Je zou een hele vette kettingreactie maken. En je zou dan bijvoorbeeld bij punt A zou je met een bow zou je schieten op een button die zeg maar geconnect is met allemaal redstone, repeaters en dat soort dergelijke. En dan zou dat ervoor kunnen zorgen dat het uiteindelijk helemaal aan het einde een furnace activeert als het ware. Dus dat leek me wel leuk om binnenkort een keertje te gaan doen. Maar ja, weet je, ik moet eerlijk toegeven, ik heb natuurlijk nog helemaal niet zo heel erg veel verstand van redstone. Ik ben namelijk de afgelopen afleveringen natuurlijk wel bezig geweest met redstone. Maar dat betekent natuurlijk niet dat ik nu een of andere redstone deskundige ben. Dat ben ik namelijk nog lang niet. Ik weet gewoon, er is ook iemand geweest. Ik weet niet wie dat nou precies was. Het was een YouTuber. In 2006 was dat geloof ik. Moet je nagaan. Toen was Minecraft echt nog echt in de beta versie. Of nou, niet in 2006. Misschien iets later. Ik geloof in 2007 of 2008. Maar dat was een persoon die maakte een werkende computer in Minecraft. Nu hoor ik jullie denken, Job, een werkende computer. Bedoel je dan ook daadwerkelijk een computer waar je ook echt op kan googlen? Nou, dat natuurlijk niet. Dan zou je namelijk wel een hele goede mod moeten hebben of iets dergelijks. Je hebt trouwens wel een mod waarbij je ook daadwerkelijk in Minecraft kan internetten. Tenminste, die heb ik geloof ik ooit gezien op een YouTube-kanaal. Een Amerikaans YouTube-kanaal. Dat is natuurlijk hartstikke awesome. Ik kan het bed trouwens beter even daar laten staan. Want voor hetzelfde geld kom ik hier ooit nog aan en wil ik weer even gaan slapen. Maar wat ik eigenlijk wil vertellen is de persoon waar ik momenteel over praat, die had dus een soort van computer gemaakt. En die had het echt zo uitbundig gemaakt, jongens en meisjes. Dat was echt niet normaal. Hij had zeg maar allemaal repeaters, allemaal smooth stone. Had het namelijk in Creative gebouwd. En in een van de eerste versies van Minecraft had je letterlijk alleen maar... Nee, het was niet in een van de eerste versies. Sowieso niet, want in de eerste versies had je namelijk nog lang geen redstone. Maar het was in ieder geval in een versie waarbij je nog niet heel erg veel verschillende soorten blokjes van steen had en dergelijke. Het was echt in een van de eerste versies, net wanneer het redstone
was uitgekomen. Had hij dus allemaal repeaters, allemaal smoothstone, allemaal torsjes had hij geplaatst. Echt door de hele wereld heen, een super flat wild had hij ervoor gebruikt. En als je dan op één knop klikte, dan gebeurde er echt van alles. Echt ongelooflijk wat er allemaal gebeurde. Of het ook daadwerkelijk een bepaald resultaat opleverde, dat weet ik eerlijk gezegd niet meer. Het is namelijk al een hele lange tijd geleden dat ik die video voor het laatst heb bekeken. Dat was een aantal maanden geleden toen ik voor de eerste keer een beetje aan het kijken was van hey, wat kan ik eigenlijk allemaal met redstone doen? En nu weet ik natuurlijk al gelijk weer wat meer met redstone. Dat begon met van die dispenders die ik gebruikte in mijn dolf een tijdje geleden op het vasteland. Daarnaast gebruikte ik het in de kippenkont uiteraard. Ik heb er namelijk een kippenkennel waar ik binnenkort weer eens een keertje naartoe moet gaan. En toen besloot ik, dus een aantal afleveringen geleden, om het ook te gaan gebruiken. Oh, serieus? Ik heb mezelf gewoon juist over de brug heen gegooid. Ongelooflijk. Maar een tijdje daarna besloot ik dus om het ook te gaan gebruiken bij automatische farms en dat soort dergelijke. Maar het maken van een reactiesysteem, dat lijkt me in principe nog niet eens een heel erg stom idee. Het lijkt me eigenlijk ook wel weer een heel erg leuk idee, als ik eerlijk ben. Dus dat zouden we in principe nog wel kunnen doen. Wat ik even wil bekijken, is ik wil heel even over mijn neusje heen krabben. En daarnaast wil ik heel even gaan kijken of ik nu genoeg spullen bij mij heb om die tunnel mee te maken. Dat is namelijk iets wat ik mij momenteel even afvraag. Wat ik trouwens wel even zou kunnen doen, dat bedenk ik me nu in één keer. Ik wou namelijk eigenlijk deze bloemen gebruiken voor mijn tropische eilandje. Maar misschien is het ook wel leuk als ik het hier een beetje bij mijn huis plaats. Jammer dat het er niet helemaal symmetrisch uitziet. Dat vind ik echt oprecht jammer. Maar ja, weet je, het hoeft ook niet altijd helemaal symmetrisch te zijn uiteraard. Is niet mooi. Hè? Ik wou net zeggen, waarom kan ik het niet weghakken? Maar ik vind het er nog niet eens heel lelijk uitzien. Deze kist mag even weg. Doe hetzelfde, doen we even hier. Doe deze vak ook wel even voor de zekerheid weg. Hoppakee, dan ziet het er gelijk wat mooier uit als het ware. Vind ik zelf tenminste. Zo. En dan... Ja. Ik vind het wel wat hebben, eerlijk gezegd. Ik vind het er wel leuk uitzien. Nou ja, cool. Ik heb hier 6. Hier heb ik er ook. Oh nee, hier heb ik een minder. Hoe kan dat nou weer dan? Oh, had ik er daar ook eentje tegen de balk aan geplaatst? Ja, ik zie het nu pas. Joh, hak niet eens door. Cool. Ik kan hier een dandelion plaatsen. Maar ja, een dandelion ziet erbij. Oh, ik kan beter deze plaatsen trouwens. Hoppakee. Nou, ik vind het er toch best wel leuk uitzien, jongens en meisjes. Een beetje girly aan de ene kant. Maar aan de andere kant vind ik het ook wel weer wat hebben, als het ware. Het ziet er gewoon een beetje opfleurterig uit, om het even zo te zeggen. Gewoon een beetje... Je brengt gelijk even wat meer vorm en wat meer structuur in de wereld. Ik vind het er wel tof uitzien. En ook een wat meer natuur, als het ware. Want het geeft namelijk wel een soort van gedetailleerd effect. En een effect dat niet de hele natuur verwoest is door mij als persoon hier in mijn Minecraft Survival Island serie. Ik ben namelijk de enige persoon die natuurlijk een soort van, toegang heeft tot deze wereld, tenminste tot mijn eigen wereld als het ware, die ik in mijn Minecraft saves folder heb staan. Maar in ieder geval, wat gaan wij doen? Wij gaan het volgende doen. Ik heb leaves nodig, dat is sowieso één ding wat ik nodig heb. En eigenlijk heb ik ook nog even wat glowstone nodig. Dus laten wij de volgende aflevering bezig gaan met het maken van die tunnel. Ik noem het wel een tunnel, maar het is eigenlijk min of meer gewoon een gang. Een tunnel is namelijk meer echt een beetje spooky en een beetje met allemaal stenen die uitsteken en dat soort dergelijke. Maar laat ik deze aflevering nog heel even snel de Nether induiken. Laat ik heel even kijken of ik deze gewoon even lekker KFC eet in de Nether portal. Eigenlijk zou ik hier even wat regels op moeten hangen. Geen KFC in de Nether portal. Geen energy in de Nether portal. En geen Milka chocolade en spare ribs in de Nether portal. Maar eigenlijk moet ik dus nog heel even wat glowstone verzamelen. Dat wou ik namelijk eigenlijk de vorige aflevering al doen. Oh, kut. Seriously. Oh my god, what the fuck. Wacht, wat? Hebben ze dat eruit gewerkt? Ah, damn. Ze hebben die armor statues eruit gewerkt. Dat kan niet anders. Waarom ligt het hier anders? Zeer waarschijnlijk liggen er nu gewoon 2 setjes met diamond armor bij mijn kasteel. Daar had ik namelijk 2 diamond armor setjes neergezet met Miley Cyrus. Met diamond armor erop. En diamond armor is in mijn tech pack. Uiteraard een Miley Cyrus skin. Beetje intimiderend dit. Maar ja, dat dus. In ieder geval, als jullie deze video nou leuk vinden, kunnen jullie hem uiteraard even een blauw duimpje omhoog geven. Voor de rest kunnen jullie hier beneden in de comments natuurlijk ook nog even een leuk idee laten weten met erachter hashtag objective. O-B-J-E-C-T-I-V-E. Als ik het dan een leuk idee vind, dan kan ik het op mijn objective bord zetten. En dan is er een hele grote mogelijkheid dat je naam in de Book of Fame of op de Wall of Fame komt. Een like, dat vergroot natuurlijk wel jouw kans om daarop te komen. Ook al moet je natuurlijk alleen een like achterlaten als je de video ook daadwerkelijk leuk vond. Voor de rest, ja, dit is natuurlijk eigenlijk, ik vind het eigenlijk best wel episch eruit zien.
En dat heb ik een hele lange tijd geleden ben ik hiermee begonnen. Dit moet trouwens een jacuzzi voorstellen. Ik moet deze jacuzzi alleen nog een keertje weten af te maken. Ik wou dat namelijk gaan doen met water. Alleen daarna kwam ik erachter dat water gelijk weer despant in de Nether. Ook al span je het op steen of op hout, het despant echt letterlijk gelijk. Je hebt een soort van sound effect en het is weg. Ik kan daarentegen wel heel even snel wat van dat quartz meenemen. Voor de mensen die zich afvragen, Job, waarom? Nou ja, ik heb eigenlijk wel zin om binnenkort een soort van bouwwerk te gaan beginnen met quartz. En voor de rest is het ook zo dat ik heel erg veel XP nodig heb. Voor de mensen die zich afvragen waarom. Ik heb in totaal 32 XP nodig om een efficiency 5 of een efficiency 5 pickaxe of een efficiency 5 axe te krijgen. En dat is namelijk beide mogelijk. Omdat ik namelijk enorm veel pickaxes heb met efficiency 2 en enorm veel axes met efficiency 2. En omdat mijn silk touch pickaxe bijna kapot is, is dat in principe nog niet eens een heel erg dom idee. Even kijken hoor. Maar nee, ik heb dus glowstone nodig. Ik zie daar sowieso wat glowstone. Nu is natuurlijk de vraag hoe ik daar het best kan komen. Als ik nou gewoon even heel wat van dat netherwerk meeneem, dan kan ik mezelf er waarschijnlijk wel naartoe bouwen. Sowieso is het een stuk handiger om dat even te gaan doen. Ik wil binnenkort sowieso weer even verder gaan met het maken van mijn netherhub als het ware. Oftewel een soort van mijn lounge eigenlijk bij de nether. Waar ik dus zojuist inspande en waar zojuist die creeper in één keer de boel opblies. Het kan ook komen dat die armor statues gedespand zijn door die creeper. Ook lijkt mij dat vrij sterk, want mob griefing staat namelijk uit. Ze moeten daarentegen wel een keer die bug eruit halen waardoor item frames despannen. Spannen. Of ja, die spannen. Ze die spannen niet, maar ze gaan kapot. Wanneer jij namelijk een creeper laat ontploffen, vlakbij een aantal item frames, dan is er een hele grote mogelijkheid dat die item frames kapot gaan. En dat wil je uiteraard niet. Maar nee, ik ga heel even proberen om nu bij dat glowstone daar verder op te komen. Want ik heb namelijk even wat glowstone nodig om eigenlijk achter de leaves te plaatsen bij de gang die naar beneden gaat, naar de geautomatiseerde pumpkinkamer. Ik zie daar trouwens ook nog wat glowstone. Dat had ik nog niet eens eerder gezien. Maar dat maakt niet uit. Waar is het? Oh, het is daar. Nice. Ik bedoel, we kunnen het net zo goed gewoon even op deze manier doen. Maar ik wil binnenkort dus echt sowieso weer even verder gaan met het maken van de netherhub. Want het lijkt me namelijk leuk als ik daar nog even wat dingetjes aan zou kunnen toevoegen. Dus als jullie daar ook zin in hebben, laat het me dan hier beneden even weten in de reacties. Dan zou ik daar eventueel de volgende aflevering mee verder kunnen gaan. En als jullie namelijk leuke ideeën hebben voor dingen die ik moet gaan doen of dingen die ik moet gaan bouwen rondom de netherhub, kunnen jullie dat uiteraard ook gewoon even laten weten met erachter hashtag objective. Misschien is het dan niet een gloednieuw objective, maar voor hetzelfde geld kom jij met een idee voor de netherhub waarvan ik denk, hey, daar heb ik zelf helemaal niet aan gedacht, maar dat is eigenlijk wel een heel erg leuk idee. Misschien schrijf jij wel in de comments, ja Job, maak een heel erg groot, weet ik veel, een danspaal dans, een beetje dubbel op, een paaldanspaal in je netherhub. Misschien denken jullie dat, nou dan zou ik dat zo kunnen doen. Of misschien hebben jullie wel een ander leuk idee. Dan kunnen jullie dat hier uiteraard beneden laten weten in de reacties. Zo. Even kijken, ik maak hier even een plateau voor de mensen die denken waarom, omdat anders waarschijnlijk al de glowstone naar beneden toe valt. En dat willen we uiteraard niet. Zo, nou dit ziet er in principe wel goed uit. En even kijken. Zit mijn fortune pickaxe? Ja, mijn silk touch pickaxe die is bijna kapot. Maar dat is ook de pickaxe waar ik graag efficiency 5 op zou willen hebben. En het is dus eigenlijk ook wel weer goed dat hij bijna kapot is. Want omdat hij dus bijna kapot is, kan ik er dus ook veel beter efficiency 5 op zetten. Want als ik namelijk efficiency 5 op dit ding wil, dan zet ik er zeer waarschijnlijk een pickaxe bij met efficiency 3. Wat er dus voor gaat zorgen dat ik mijn durability weer helemaal erbij krijg. Dus dan is het in principe wel handig als ik ervoor zorg dat mijn durability bijna weg is. Dan maak ik namelijk het meeste winst eigenlijk. Nou, even kijken waar mijn portal... Oeh, ben ik even blij dat ik fucking featherfalling boots heb, jongens en meisjes. Ben ik daar even blij mee? Als ik die featherfalling boots niet zou hebben, zou ik waarschijnlijk wel wat minder blij zijn. Oeh, ik was heel even bang dat ik in de lava zou komen. Maar schijnbaar was dat niet het geval. Ik heb weer 11 glowstone erbij en nog wat andere dergelijke. Dus dat is in principe wel mooi meegenomen. Zo, dan ga ik nu snel de netherportal in. Ik ga eerst tegelijkertijd nog even eten. Vind ik wel cool. Lekker eten in de netherportal. Dan ga ik even iemand op de wall fame zetten. Even iemand in de boeken fame. En dan kunnen wij de volgende aflevering die gang gaan afmaken. En misschien kunnen wij dan in het midden van de volgende aflevering, of misschien in het begin al wel, nog even wat gaan doen rondom de netherhub. En als jullie daar dus nog wat leuke ideeën voor hebben, kunnen jullie dat hier beneden in de comments laten weten. Met erachter hashtag objective. En als jullie hele andere leuke doelstellingen hebben, die totaal niks te maken hebben met de nether portal, kunnen jullie dat uiteraard ook hier beneden in de comments even laten weten. Gewoon hashtag objective. En als ik het dan een leuk idee vind, dan kan ik het eventueel op het doelstellingsbord gaan zetten. En als jij dan ook nog een like hebt achtergelaten, is er een hele grote mogelijkheid dat ik jou op de wall fame of in de boeken fame zet. Ook al moet je natuurlijk alleen een like achterlaten als je de video ook daadwerkelijk leuk vond. Zo. Dit heb ik in ieder geval weten te doen. Dan plaats ik dit even hier. En dan ga ik even kijken wie ik vandaag op de Wall of Fame wil zetten. Even kijken. Even kijken. Lucas Zuurmond. Gefeliciteerd met jouw plekje op
de Wall of Fame. Dan ga ik natuurlijk zoals gewoonlijk ook weer even iemand in de Book of Fame zetten. Want dat is natuurlijk ook een dagelijkse Survival Island traditie. Even kijken wie ik daarin ga zetten vandaag. We zitten alweer op pagina 16, jongens en meisjes. De map is natuurlijk een aantal keertjes corrupt geraakt. Waardoor de ene keer was er weer een keertje een wallback. De andere keer was de Book of Fame weg. Maar dat doet er even niet aan toe. We zijn namelijk alweer bij pagina 16. En de volgende persoon die erin gaat komen, dat is Gaming Boss NL. Gaming Boss NL. Het kan maar zo zijn dat ik jouw persoonlijke kanaalnaam erin zet. Of jouw gamekanaalnaam is, maar net wat jouw kanaalnaam is. Jongens en meisjes, allemaal weer bedankt voor het kijken van deze nieuwe Survival Island video. Ik hoop dat jullie er stuk voor stuk morgen allemaal weer zijn om 7:30. Bij een nieuwe Survival Island video. We hebben deze aflevering in ieder geval weer van alles weten te verzamelen. Ik heb jullie deze aflevering verteld over de persoon die ooit een soort van werkende computer heeft gemaakt. Nogmaals, geen computer waar je Google op kan krijgen en zo. Je hebt daar dus wel een modpack voor waarop je dat kan doen. Maar in ieder geval, jongens en meisjes, bedankt voor het kijken. En ik zie jullie morgen om 7:30 graag weer terug bij een nieuwe Survival Island video. En natuurlijk om 16:30 en om 17:30 met een nieuwe video hier op mijn gamekanaal Doe Maar Gamen. Bedankt voor het kijken. En dan zeg ik, later mensen.